Diederik, je wint hier in een bijzonder warm holte. De eerste divisiewedstrijd hier, een steersprint. Ja, hoe was dat vandaag? Het was een uitdaging, laat ik het zo maar zeggen. Ik zeg altijd dat alles mentaal is ook. Je kunt je er overheen zetten, zeg maar. Overal stond verfrissing. De bewoners hadden echt overal water neergezet. Dus het was te doen, vond ik. Ja. Ik zag jou hier een aantal keer langslopen en ik had het idee dat jij... Het leek je bijna niks te doen, want je ging echt ontzettend hard. Ja, dat is allemaal adrenaline. Ja, dat kan dan op zo'n korte wedstrijd, hè? Ja, klopt. En ik ben blij dat ik nu een keer wel de overwinning heb gepakt. Dus heel mooi. Je bent wel een beetje de vrouw in vorm misschien wel. Vorige week werd je natuurlijk bijna eerste. Daar had eigenlijk een foto finish aan te pas moeten komen. Nou, nu dan wel. Je doet goede zaken voor Edo Sports daarmee ook. Ja. Dat voelt fijn, denk ik. Ja, ik vind het echt een eer om voor Edo Sports te mogen starten. Het is echt een superleuk team. Hele goede begeleiding natuurlijk. Dus ik heb het helemaal naar mijn zin. En uiteindelijk komt dat tot uiting in zo'n wedstrijd dan. Ja. Voordat deze wedstrijd begon stonden jullie als ploeg natuurlijk derde. Ja. Nou is het eventjes afwachten wat de ranking vandaag gaat doen. Maar met jouw eerste plaats zal het ongetwijfeld iets goeds worden. Wat is nou eigenlijk jullie ambitie voor dit jaar? Ja, natuurlijk het hoogst haalbare. We willen het liefst promoveren. Dus we hebben allemaal super ons best gedaan. We hebben goede zwemsters, goede loopsters. Dus ik denk dat dat wel moet lukken. Dus Eredivisie, pas maar op. Leuk, gefeliciteerd. Hey, dankjewel.